gevoel dat ik het heel goed ken. Dat ik alle hoeken en gaten en straten en pleinen ken. Dat ik er iets heb beleefd of iets, me daar iets herinner. Dat is natuurlijk niet waar, maar dat gevoel heb ik. Mijn bedoeling is nu om in de stad de interactie tussen de mensen en de stad te laten zien. Ik ga eigenlijk niet echt met een bedoeling. Het moet me wel aanspreken. Het moet me wel, ik noem het vaak roepen. Een onderwerp roept mij eigenlijk. Dus ik kijk vaak een tijdje rond. Ik loop, ik scharrel soms best lang. Dan loop ik 3 keer een plein om, bij wijze van spreken. Dan weet ik toch dat ik dat plein wil doen. Maar ik weet nog niet precies waar en hoe. Als ik ergens kom en ik ga zitten tekenen, moet je altijd een drempel overwinnen. Want je voelt je toch een klein beetje ongemakkelijk. Zeker in het begin, dan zie je mensen naar me kijken. Van, wat is dat mens daar nou zitten doen? En nu kan ik zeggen, ik ben de stadstekenaar van Amsterdam. En dan kijken ze al meteen zo, oh ja, dan vinden ze het leuk. Ik heb ook wel vaak mensen die erop willen. En dat kan heel vervelend zijn, want die gaan dan raar doen. Maar zijn daar heel serieus in. En, en dan vind ik het wel prettig. Want dan zeg ik, nou, als je dat wilt, dan kom dan over een kwartiertje terug en ga dan daar en daar staan. Als ik mensen teken, en er zijn altijd bewegende mensen, die zijn altijd bezig, die lopen weg. Dus ik maak vaak combinaties van het hoofd van de een of het lichaam van de ander met een tas van weer een derde. Nou, het is wel mooi hoor. Ja, dank je. Ja, mag. Ja, vindt ze fijn. Dat is mooi, hè? Dank u wel. Heb u een kaartje dat ik u kan bellen als ik een tekening wil hebben? Ja, moet u maar op mijn site kijken. Want ik heb ook een website. Oké. Ik zet het er allemaal even grof in. Ja. En dan als ik alles erin heb, dan ga ik het uitwerken. Oh, sorry. Yeah. Die metro, ik zit er te kijken hoe de verhouding wordt. Omdat u laag zit, kijkt u zo tegenaan. Precies. Het kan nooit kwaad om met mensen te praten. En ja, dan discussiëren is altijd goed. Dat is altijd ook leuk, ja. Discussiëren is goed altijd. Kijk, nu hoop ik, maar dat heeft te maken met het onderwerp dat ik ook zelf gekozen heb, dat ze een gevoel krijgen, dat zou ik hopen, dat er ook heel veel goede kanten zitten aan multiculturaliteit. En dat het vanzelfsprekend is, die multiculturaliteit. Ja, dat je niet denkt van, oh goed, daar staat iemand zus of zo, maar dat die mengelmoes, dat naar voren komt. Dat was nu ook, dat hoort eigenlijk nu bij het onderwerp wat ik heb gekozen, wat ik graag wilde laten zien als stadstekenaar.